Ik word echt in het hoog gevraagd dit morgen nu. Ja, ik weet nog dat we naar de ene kant. Dan ging maar naar Hans. En toen waren we net naar Hans. Ben je aan een lokaal verbod gekregen en een Emma weg? Maar wij gingen. Ik had gevraagd zonder paprika, maar ik allergisch ben. Nee, ik mocht voor onze 18e niet naar Emma wegkomen. Dat is toch lang weg gewoon. Ik had een verhaal met Bela. Ja, je had er nog. En ook later nog met Salem overwild. En het was best wel grappig. Dat lokaal verbod. Ik zeg, dat leeft me altijd wel dwarsjes. Als je reageert, dan is heel vaak. Ik dacht, met een leeg boom gericht. Wat heb je nou besteld? Hoe heet dat? Ik zeg, Sabine. Dan was je Koreng. Oh, ik heb nog een beetje mijn beta. Dat is van alles wat. Koreng. Alles voor het werk gesteld, los zijn met een brede glimlach op zijn. Dat is heel goed. En we hebben ervoor aan de lijstjes. Ja. Drie tientjes. En de hoofd. Zo los. Dit is voor mij. Niet zo lastig. Zeg je misschien niks, maar het is net als hier op de markt een restaurant begint. Je moet gewoon een hof leveren. Ja. Dat is al eerst. Ja. Dat is goed. Maar zijn er naar huiskamertje, het is gewoon een hele zaal vol. Ik voel het wel heel welkom. Nou, wat komt er allemaal op hier dan, meisjes? Wat doe je nog meer? Of niet?